Welkom bij een nieuwe video van CaptureTech Connect. Met CaptureTech Connect voer je efficiënt je magazijnprocessen uit, zoals inslag, verplaatsingen, orderpicking en voorraadbeheer. Vandaag gaan we het hebben over het orderpickproces met CaptureTech Connect. Het orderpickproces binnen een magazijn is dé plek waar je het meeste winst kan halen als het gaat om productiviteit, efficiëntie en foutreductie. CaptureTech Connect heeft vele manieren om het orderpickproces uit te voeren. Dat is allemaal in te stellen via settings. En in de meest basale vorm kiest een operator of een gebruiker van een scanner zelf met welke order die aan de gang gaat. Dat is voor sommige operaties prima, maar Connect voegt echter meer waarde toe op het moment dat we op system-driven mode gaan werken. Dat betekent dat eigenlijk de gebruiker aangeeft van ik wil werken en het systeem bepaalt wat jij gaat doen. Dat kan natuurlijk beïnvloed worden door te sorteren op bijvoorbeeld orderdatum, op grootte van de order, routenummer, prioriteit. Vervolgens kunnen gebruikers ook orders toewijzen aan specifieke orderpickers. En je moet ook denken aan dingen als het samenvoegen van verschillende orders van dezelfde klant. Of juist het opsplitsen van een hele grote order in meerdere suborders, zodat er meerdere mensen tegelijk aan kunnen werken. En zo kan Connect optimaal gebruikt worden om het pickproces uit te voeren. Op de scanner krijg je uiteindelijk, als je een order hebt gekregen, hetzij dat je hem zelf hebt gekozen of dat het systeem heeft bedacht wat jij gaat doen, krijg je in eerste instantie een lijst met al je te pikken artikelen, de locaties erbij. Nou, je gaat zelf aan de gang, je scant een locatie, je scant een artikel, dat is optioneel, die kunnen we aan- en uitzetten. Vervolgens geef je het aantal in en werk je zo je hele lijst af. Het Connect orderpick proces op de vloer wordt uitgevoerd middels een scannerapplicatie of met een voice applicatie. Beide is mogelijk. En daarbij is het zo mogelijk om die applicaties te draaien op verschillende toestellen. Ze zijn merk-onafhankelijk. Zodra het een Android toestel is, kun je het erop draaien. En daarbij kun je allerlei accessoires erbij koppelen, zoals draadloze scanners, back-of-hand scanners. ProGlove Display is een heel mooi voorbeeld bijvoorbeeld, in combinatie met een scannerapplicatie. Waarbij je dus een deel van hetgene wat je op je scherm ook hebt, op de ProGlove Display ziet. Waardoor je hands-free proces veel beter ondersteund wordt. Het orderpick proces kun je ook doen met voice. Dat betekent dat een gebruiker naast zijn Android scanner een headset op heeft, een draadloze headset, waarmee die volledig hands-free zijn operatie uitvoert. Er zijn natuurlijk wel wat randvoorwaarden aan verbonden. Bijvoorbeeld dat een locatie één of meerdere controlegetallen moet hebben en dat er maar één artikel op een locatie ligt. Als we het hebben over controlegetallen, ondersteunt voice orderpicking ook het roulerende controlegetallen. Dat betekent dat om de zoveel tijd de gebruiker gevraagd zal worden om een ander controlegetal op te noemen. Bijvoorbeeld vandaag pikken we het gele controlegetal en morgen gebruiken we het rode controlegetal. Verder ondersteunt Connect ook het multi-order picken. Dat betekent dat je aan de hand van het type drager waarmee je aan de gang gaat. Denk even aan een car die twee verdiepingen heeft, daar zou je twee orders op kwijt kunnen. Kunnen we instellen binnen Connect hoe de eigenschappen van die car zijn, waardoor jij in plaats van één order twee orders tegelijk kan lopen of wellicht meer. Daarvoor zijn volumeinformatie, gewichtinformatie van belang, waarmee we berekeningen doen over wat je mee kan nemen. Iets wat we tijdens orderpicken ook ondersteunen is het parkeren van een order. Dat betekent dat je een order waarmee je op dit moment bezig bent niet kan afmaken voor wat voor reden dan ook. Einde van de dag, niet alle artikelen zijn er, dus je parkeert hem even en je kan hem later op een later moment zelf oppakken of iemand anders kan hem oppakken. Als CaptureTech Connect ook de voorraad bijhoudt, is het tevens mogelijk om van bulklocatie direct te pikken. Dus als een aantal zo groot is dat je in één keer een piklocatie zou leegpikken, dan stuurt Connect je naar een bulklocatie om daar je spullen vandaan te halen. Aan het einde van het pikproces wordt de gebruiker verteld waar hij spullen moet afleveren, ook dat is optioneel. En kan je een aantal zaken doen. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van emballage, het registreren van welk type emballage met afmetingen en gewicht die je weer later kan gebruiken voor het verzendproces. Het printen van labels op ofwel vaste labelprinters of mobiele labelprinters en het ingeven van een totaalgewicht. Dus zoals je ziet kun je met CaptureTech Connect alle kanten op als het gaat om orderpicking, logica toevoegen, apparatuur gebruiken die je wil en inrichten zoals jij dat wil.